Hey kijkers van TwoGamingNL, mijn naam is Koen en welkom bij een nieuwe video hier op TwoGamingNL. Vandaag, hoppakee, heb ik een heel groot pakket binnengekregen zoals jullie zien. En misschien kun je al een beetje zien, jezus dit ding is zwaar. Misschien heb je al een beetje kunnen zien van wat het zou kunnen zijn als ik zie wat het wat voor pakketje het is. Hier zou namelijk als het goed is mijn nieuwe game PC in moeten zitten. En die ga ik vandaag even met jullie unboxen, dus laten we dat maar gewoon doen. Dus jongens, dit is een enorm pakket. Ik heb hier toevallig even een mesje meegenomen. Want je kan natuurlijk nooit zomaar het pakketje openmaken zonder even een fatsoenlijk mesje. Dus daar gaan we wel eventjes dit pakketje mee opensnijden. Als dat tenminste een beetje goed lukt. Want het is echt een verschrikkelijk pakket om open te maken, dat zie ik nou al. Zo, dat is geregeld. Kijk hoor. Ik heb absoluut geen ervaring met het maken van het openmaken van dit soort pakketjes. Dus wacht hier niet al te veel van alsjeblieft. Oké, zo. Dan eventjes dit eruit. En dit is mijn factuur. Die hoef ik niet. Oh, kijk eens aan. Wat is dit? Een wireless en nano USB adapter. Ik heb geen idee wat dit is. Oh nee, wacht even. Ik zie het al. Dit dient als mijn USB adapter. Wat is dat namelijk? Geen USB adapter, geen internet adapter bij voor draadloos internet. En oh my god jongens, ik maak heel even wat ruimte. En dan ga ik heel eventjes in beeld zitten. Nee, weet je wat, ik ga het gewoon even zo eruit drukken. Ik weet echt niet waar ik hem bij moet grijpen jongens. Oh jezus, volgens mij was dit niet echt een heel erg goed idee geweest. Oké, weet je wat we doen? We doen het gewoon zo. Wow. Maak hem gewoon nu even met grof geweld open. Oh, kijk eens. Ik kom hier een papiertje tevoorschijn. Ah, dit is gewoon een gebruiksaanwijzing in het Frans. Toppie Fransen, bedankt voor het super awesome handleiding pakketje. Hier komt de netstroom. Handig, handig. Dat is altijd handig voor het geval dat ik bijvoorbeeld een beetje stroom nodig heb voor dit bokding. Jezus. Dit ding is echt niet leuk om uit elkaar te halen, jongen. Oh, dat is een stukje karton. Oh, kijk, nog een boekje. Van een gigabyte boekje. Wat is dit? Oh, dit is volgens mij alles wat erin zit of zo. I don't know. Jongen, altijd handig als, om te weten wat er allemaal in zit. Ik kom er zo meteen wel even achter als ik dit alles heb geconfigureerd. Wat is dit? Setup guide, easy steps. Even kijken. Kijk dan, dit is gewoon één poster van een ding, jongens. Oké, dus het komt gewoon op neer dat als ik hem zo meteen aanzet, dat ik dan een installatie-cd nodig heb. Want ik ben zo handig geweest om er geen extra... Wat is dit? Wat de hel is dit nou weer dan? Ultra Durable Motherboard. Dit hier ziet eruit als een soort installatie-cd voor drivers. Het is altijd handig als je dat bijhoudt. En wat is dit? Oh nee, dit is Autorun Drivers. Altijd handig als je die drivers bij hebt, jongens. Maar, ik moet en zal dit ding eruit krijgen. Ik zei al, met grof geweld krijg je hem er ook gewoon uit. Oké, ik leg dit bokding gewoon even zo neer. En daar haal ik hem gewoon heel even zo uit, jongens. Ah! Dit wordt waarschijnlijk de meest onhandige unboxing ooit genoemd. Want kijk, ik open hem ook helemaal niet nuttig. Daar gaat de doos. Ah. Zo, de knijders, dit is zwaar. Oh, dit is echt niet grappig meer. Oké, even dit eraf. Altijd leuk dat piepschuim. Maar het staat een beetje in de weg van mijn computer. Dit is hem dan. Mijn super awesome nieuwe gaming PC. Ah. Heel vet ding. Ik ben er zo blij mee, jongens. Dat is echt niet normaal. Oké, even kijken. 6 USB-poorten zitten hierin. En er zit nog een... Wow! Kijk dit dan. Er zit hier gewoon nog een dingetje in voor hele oude toetsenborden en muizen. Wauw, dat is vet. Er zit hier een aan- en uitknopje op voor de stroom. Voor het geval dat ik hem wel even aan wil zetten. Hier hebben we nog wat extra... uitbreidingspoorten zodat wij extra beeldschermen erop kunnen aansluiten. Nou, ik gebruik mijn televisie als tweede beeldscherm, dus dat komt helemaal goed. Dan de zijkant van dit bokding. Oh jeetje, dit is echt niet. Ah, dit is echt zwaar, jongens.
Ik vind de zijkant een beetje jammer, jongens. Is die volledig gemaakt van plastic, ja? Ik hoop het oprecht dat dit eraf kan worden gehaald. Want ik vind het een beetje lelijk. Oké, de voorkant. Jeetje, het is ook echt... Ze hebben ook absoluut... Wat kan ik zeggen? Het is echt het meest zieke ding dat ik ooit heb gezien. En dit is gewoon de aan- en uitknop. Nog 2 USB-poorten. Dus dat betekent dat ik 8 USB-poorten heb op dit ding. Koptelefoon. Microfoon. Altijd handig. Voor als ik een headset heb met een microfoon erin. Deze kast is van Sharkoon. En dat verklaart dus ook waarom je een Sharkoon doos die nu volledig vernietigd is kwam. Ik ga hem nu aansluiten. En ik ga hem met jullie proberen te configureren. Dus ik ga nu gewoon even mijn hele setup hier ombouwen tot een... Een gaming setup zoals je die nog nooit eerder hebt gezien met dit computertje. Dus er zit hier ook nog zo even een SD-kaart dingetje in. Echt alle soorten SD-kaarten zitten erin. Er zit zelfs nog USB 2.0 op. Hey, voor het USB 2.0 gooi ik mijn duimpjes omhoog, jongens. Ik ga hem nu even klaarzetten en dan zie ik jullie zo meteen terug als ik alles even heb klaarzet van dit dit ding is echt zwaar. Oké, tot zometeen, jongens. Zo, nou, dat is dan ook weer gereed. Mijn computer staat klaar en zit onder mijn bureau te chillen. Ik heb hier mijn televisie waar mijn computer aan staat aangesloten. En als het goed is, zou die het moeten doen. Tenminste, dat hoop ik. Want normaal gesproken, als zou ik mijn computer aangesloten hebben, dan zou hier als het goed is mijn HDMI tussen tv en extern staan. Maar... dat geeft hij dus niet aan, dus ik hoop dat hij het doet. Als dat niet zo is, dan kan ik maar gewoon veel beter eventjes aan de bekabeling lopen klooien of zo. I don't know. Maar ik ga hem nu aanzetten en ik zie wel wat er gebeurt, jongens. Ik zie lampjes. En ik zie dat HDMI verschijnt, dus dat betekent dat hij het moet doen. Oh my god. Wat gebeurt er? Dit is de BIOS, jongens. Dit is die oude BIOS. No way, dat meen je niet. Oké. Als het goed is, ja, er moet een cd in worden gestopt voor Windows. En kijk eens wat ik hier heb, een Windows 7 installatie cd. Wat fuck Windows 10. En Windows 10 moest ik ook nog eens even €110 voor extra betalen. Nou, weet je wat, ik ga absoluut geen extra geld betalen voor een Windows besturingssysteem. Dus ik ga de boot cd erin zetten. En als dit niet werkt, dan heb ik volgens mij een heel groot probleem. Mijn toetsenbord werkt. This boot failure. Volgens mij heb ik gewoon een cd erin gestopt, computer. Oh my god. Of moet ik dan toch die gigabyte cd erin stoppen? Nee, toch hoop ik. Als dat zo is, dan heb ik echt een heel groot probleem. Hij laat langer, dus dat betekent dat hij waarschijnlijk zou moeten werken. Dat hoop ik tenminste. Gewoon €500 wat ik hiervoor heb betaald, jongens, trouwens. €500 in één computer. Dat is toch bizar. Ik zie een laadbalk. Dus dat betekent dat hij moet werken. Ik ga jullie gewoon meenemen op dit avontuur, jongens. Ik heb hier een papiertje gevonden. Is waarschijnlijk gevallen. Dat zullen we waarschijnlijk wel merken in de editing. Ik heb hier een boekje van AMD en dat geeft aan de AMD processor als het goed is. Maar het is wel een boekje om aan te geven dat ik een AMD processor erin heb. Dus dat betekent dat ik een AMD computer heb. Dus ik weet eigenlijk nog steeds niet echt wat dit verdient. Dit is een auto-rig driver. Voor VGA drivers en een user manual zit erbij. Ik weet alleen niet wat dit is. Dit is een gigabyte AMD 760 series utilities. Dus oftewel, dit is voor extra dingetjes. Chipset, serial ATA RAID, network audio drivers en Norton Internet Security. Dus hier zit Norton op. Oké, dan heb ik dus een gratis anti-beveiligingssoftware of zo. En waarom duurt dit zo lang trouwens? Dit zou nooit zo lang moeten duren. Ik merk nou al dat er een fout zit in de cd. Er zit ook heel erg veel kras op de cd, dus dat zou het waarschijnlijk kunnen zijn.
Het duurt wel echt heel lang. Oh, dit is echt niet lachen. Maar ik heb hier dus ook een draadloze netwerkadapter bij. En dit is echt gewoon het meest kleine adaptertje wat ik ooit heb gezien. Ik heb echt van die dongetjes gehad. Ik heb er eentje met antennes. En dat was echt een pain in the ass om mee te nemen. Had je altijd zo'n kleine antenne. En dit is echt het kleinste dongeltje die er is. Dit is gewoon een USB dingetje. Dat is wat het is. En ik heb hier ook nog... even kijken, wat heb ik hier nog meer? Ik heb hier een externe harde schijf met allemaal bestandjes die ik nog naar deze nieuwe computer ga verplaatsen als ik uiteindelijk alles voor elkaar heb. Dus hier zit al mijn achtergrondmuziek op en hier zit ook al mijn bullshit op, wat ik allemaal ga gebruiken uiteraard voor mijn nieuwe computer. Mijn Windows is loading en dat betekent dat wij in business zitten. En waarom is mijn licht in één keer hartstikke rood? Ik kan mijn eigen schermpje zien op mijn camera, dus ik zie dat ik in één keer hartstikke rood ben. Ik ga even kijken of ik dit kan fixen, jongens. Wacht even. Nou, ik weet even niet waarom, maar volgens mij zou het wel kunnen omdat mijn computerbelichting rood is. Hé, hey, het kan allemaal, hè. Windows is loading, de balk is vol. Ik zie wat gebeurt, het start in Windows. Het werkt. Oh my god, dit is fantastisch. Oké, ik weet niet of dat ik deze nu al erin moet stoppen. Volgens mij wel, toch? Ja, ik ga hem er toch maar gelijk al even in stoppen. Waar is dat mesje? Ik heb dat mesje ergens neergelegd. Wacht even. Het is toch bizar? Ik kan mijn eigen mesje niet vinden. En ik merk tegenlicht. Kijk eens wat ik hier vind. En ik heb in één keer keihard last van tegenlicht. Ik ga jullie gewoon heel even meenemen op dit super awesome avontuur. Ik ga inzoomen op mijn televisie, zodat jullie alles kunnen zien. Wacht even, jongens. Even mijn camera een beetje zo. Statief. Ja, hartstikke lachen, jongens. Een camera statief. Echt hartstikke vet. Oké, een beetje inzoomen kan geen kwaad. Ja toch? Heks aan. Nu kunnen jullie alles zien. Deze ga ik zo meteen wel even uitpakken, mijn dongeltje. Ik ga nu al even mijn computer configureren. Mijn muis werkt. Hij gaat echt tering snel. Oké, Nederlands alsjeblieft. Nu installeren. En dan gaat hij de setup opstarten. En als dat gebeurd is, dan kunnen we zo meteen in business met dit bakbeest van een computer. Lees de licentievoorwaarden. Nou, die heb ik natuurlijk gelezen. Upgrade uitvoeren naar een nieuwe versie van Windows. En uw bestanden instellingen. Nee, dit hoef ik niet te doen. Een niet toegewezen ruimte van 1 terabyte, jongens. 1 terabyte, dat is echt tering veel. Oké, nieuw. Nee, dat hoeft niet per se, toch? Ofwel? Nee, jongen. Oh god, wat heb ik gedaan? Wat heb ik nou weer gedaan? Oh, dit is door het systeem geregistreerd. Oké, prettig. Nou, nu gaat hij wel even alles installeren. Ik ben ontzettend blij met deze nieuwe computer. Ik ga hem configureren en ik ga hem gebruiken. En ik ga al mijn bestandjes die ik hierop heb opgeslagen, ga ik erop zetten. Zodat ik al mijn muziek weer bij me heb. Ik bedank je voor het kijken naar deze video. Als je hiervan hebt genoten, doe dan even dat duimpje omhoog. En ik ga in de editing ga ik wel even alle specs zetten in beeld. In de beschrijving bedoel ik, niet in de editing. Ik ga in de beschrijving eventjes alle specs van mijn nieuwe computer laten zien. Zodat je het allemaal ook even kunt zien. Kun je ook misschien de onderdelen die ik gebruik voor deze computer kopen voor je eigen nieuwe computer. Of je kunt misschien naar gamepc.nl gaan en dan kun je deze computer kun je ook gewoon in elkaar zetten of zo. I don't know. Dus graag tot de volgende video, jongens. Later!